Goedemorgen, het is zondag en ik ben om... Het is nu 2 uur of zo? Nee, 12 uur. Ik ben om 12 uur wakker geworden. Echt zo laat. En ik heb hier koffie en Fox zegt dat we echt heel veel zakken hiervan moeten kopen. Het is de lekkerste koffie ooit. Deze is echt heel lekker. Ja, laat even zien welke, want het is natuurlijk een limited edition. Het is de Vintage 18... Vintage 2018 featuring Rare Aid Sumatra. Maar Starbucks Christmas Blend. Maar natuurlijk, altijd. Altijd van die speciale holiday dingen zijn het beste. Oeh, deze is wel lekker, ja. Is lekker, hè? Oh, deze is heel lekker. Het heeft iets, ik weet niet, wat is dit? Zit zo'n extra smaakje aan of zo? Ah, ja. Oh, laten we inderdaad wat meer. Ze kunnen niet bij de groothandel of zo van Starbucks kijken. Hebben zij dat? Hebben zij een groothandel? Ze zullen echt niet zelf in die kleine zakjes. Lekker. Trouwens, check deze knuffels. Hey, Foef. Wat zou ik weer met deze knuffels? Limited edition, iets of zo? Dit hoort toch bij die kleding van jou? Ja. Pino. Dat is van de kunstenaar Kaas. Kaas. Dit is een dingetje, Foef heeft ze. Dit zijn ze alle drie? Er zijn toch meer? Zijn er 5, ik heb ook Beth en Ernie. Oké. Maar ik vind deze drie niet over. Ik vind Cookie Monster zo gaaf. Cookie Monster is mijn fave. Dat is ook Foef's fave. Die is echt leuk. Vandaag wil ik een klein beetje spullen gaan uitzoeken. Kleine stapjes. Gewoon dingen die niet mee gaan verhuizen. Uitzoeken. Ja, de huiskamer valt er nog wel mee. Maar boven hebben we echt wel heel veel zooi. Weet je wel, van die dingen die op zolder liggen. Of in ons kantoor. Van echt gewoon rommel. Ja, dus dat wil ik vandaag gaan doen. En als het is echt zo'n zondag. Zondag. Ik heb deze net gepost. Ik ben zo blij met zeg maar hoe mijn buik er nu uitziet. I'm so happy. Like, I can't hate that. Ik denk dat voor heel veel mensen, zeg maar, dat het niks voorstelt of zo. Maar voor mij is het echt... Ik kreeg mij letterlijk vanaf mijn 16e, ach, ben je zwanger? Omdat ik gewoon altijd zo'n buik heb gehad. En helemaal uit verhouding. En nu ben ik ineens steeds iets meer in verhouding aan het worden. En ik zie zelfs een klein beetje mijn spieren. Wat echt... Ik dacht dat ik mijn hele leven zo zou zijn met zo'n buik. En hij begint nu echt te veranderen. Dat is echt zo bizar. Gewoon puur sporten. Dus boksen en personal training. En die combinatie daarvan. Obviously niet veel rotzooi eten. Maar ja. Oh, echt... Ik weet niet, voor mijn doen. Oké, dames en heren, wat zullen we als eerste aanpakken? Ik sta nu in de kledingkamer, wat natuurlijk een ongelofelijke bende is, zoals altijd. Zal ik dit gaan uitzoeken of zal ik gelijk straight naar het kantoor gaan? Want dit gebeurt dus heel vaak. Dan begin ik bij wat ik leuk vind om uitzoeken, dat is dit. En dan heb ik al geen zin meer in het kantoor. Echt gewoon, ik ga gewoon met het vervelendste klusje beginnen en dat is het kantoor. Wat voor muziek zullen we luisteren? Hier, je kan hier zien wat wij vaak luisteren. Echt op één jaak, omdat ik dat mijn box altijd aan had. Ik ben altijd de Today's Hits en zo aan het luisteren. En luistert heel veel hip-hop. Die doen we heel vaak in de auto, alternative. We hebben allemaal eigen afspeellijsten. Je kan me zoeken, Masha Gloss, dan kan je zien wat wij luisteren. Wat zal ik eens aanzetten? Easy on Sunday misschien. Oh, Outcast, daar heb ik wel zin in. Ja. Dit kantoor is één groot drama. Er staan allemaal bakken van Beauty Gloss kantoor op de grond. Ik heb hier allemaal statieven en lampen. En het is meer een soort verzamelhok van dingen die ik nodig heb met filmen. En een paar dozen met random ass stuff. Het is echt verschrikkelijk. Ik zal het uitzoeken. Eerst theetje. Oh, maar natuurlijk. Oké, we gaan naar boven. Ik heb even de SD-kaart leeggehaald ook. Want die raakt heel vaak vol. Oh, de geur die ik vandaag opdoe is trouwens Winter Candy Apple. Ik gebruik nu die body butter daarvan. En ik had die body splash toen ook gekocht. Lekker. De situatie. Dit is de wasmand voor andere kamers. Dit is donatiedoos. Dit is vuilniszak voor nu. Ja. Dit soort stapeltjes. Van die documentenstapels. Dat je denkt, nee, je hebt het allemaal gegooid in die bak. En daar ga je ooit nog wel wat mee doen hoor. Echt waar. Ik wil even wat laten zien hoor. Ik vind dit. Zo. Dit is een cooling stick en echt zo ergens tussen gegooid. Kijk hoe die eruit ziet. Nooit gebruikt, maar kijk hoe die gekrompen is. Kijk. Vet weg. Nou, die kan de prullenbak in. Zonde. Oké, we zijn al iets verder gekomen. Dit is zo lachen. Ik heb allemaal zeg maar mini-agenda's die ik moet bewaren. Want je moet voor de belasting meer altijd zeg maar je agenda's en planning, dat soort dingen bewaren. En ik heb best wel een lange tijd gehad dat ik echt de kleinst mogelijke agenda gebruikte. Omdat ik dat gewoon... overzichtelijker vond. En je ziet hier zoveel dingen in. Zijn een studie, bijbaan, werk, beauty gloss. Het is echt psychotherapie college, stage dag meelopen, coaching cursus, body balance les, parkpop. I can't. Het is gewoon zeg maar de memories. Maar ik ga ze weg, want je moet het zeg maar 7 jaar bewaren. En ik heb hier 2009, 2010, 2011. Kan weg. Weet je ermee? Aan de ene kant denk je de herinneringen, maar aan de andere kant ja, weet je, het ligt er maar.
Ik gooi het weg. Oké, dit gaat wel de goede kant op. Al die beautyproducten. Oh my god, dit zijn zeg maar backups en zo. En wat ik mee heb genomen van Beauty Gloss kantoor. Ja, moet ik ook even gaan uitzoeken. Gaat ook wel goed. Fobie staat weer te koken. En hij heeft zelf frietjes gemaakt van zoete aardappelen. Ja, dat is wel de bedoeling. En chicken nuggets. En chicken nuggets. Yes. Oh my god. Yes. Thank you, Fofie. Goed lucht, schatje. And I'm back. Het gaat al beter. Dit is echt de kamer die niemand ooit ziet in de vlogs. Omdat we zitten er nooit. Het is echt een plek waar we zeg maar lampen neerzetten. Bepaalde elektronica dingen. En dan is het een soort van een grote opbergkast of zo. En bakken dus met crap. Dit is al de tweede keer dat dit gebeurt. Want bij Nieuw-Babylon was het dus ook al. Hadden we ook een kamer als kantoor. Ja hoor, gaan we echt als kantoor gebruiken? Niet dus, deden we niet. Nu gebeurt het dus weer. Ik merk gewoon dat het de kamer is waar we spullen dumpen. En dan ooit een keer af en toe wat uitpakken. Ik denk dus persoonlijk dat in ons volgende huis. En als er mensen zijn die dit hebben, let me know. Want ik wil weten of het werkt. Ik denk dat het gewoon handiger is als wij in ons volgende huis allebei. In plaats van één walk-in closet kamer. Dat we allebei een kamer hebben waar je je eigen walk-in closet slash kantoor slash belangrijke hoekjes in maakt. Dus voor mij zou dat zijn een beautykast, kleding en een bureautje bijvoorbeeld. En dan voor Gregor zou dat hetzelfde zijn. Hij zou dan kleding, zijn schoenen, want hier heeft hij zijn schoenen walk-in closetje, maar dat gaan we niet meer hebben. Dus dat hij dat dan in één kamer doet. Dus allebei een kamer. Ja, en dan daarnaast slaapkamer. Dat is het. Dus ja, ik ben benieuwd of dat dan werkt. Of je dan er beter gebruik van maakt of zo. En nu is het heel erg dat we allebei onze zooi hier gooien en niet echt meer naar opkijken. En de printer staat hier voor een van die random dingen. En dan moeten we dan maar kijken, zeg maar, bij wie de printer komt te staan. Wie het slaapbankje bijvoorbeeld komt te staan. Dat soort dingetjes. Dus dat is de situatie. Maar ik ga verder met uitzoeken. Het is wel even handig om nu wat dingen weg te doen en zo. Volgende week komt er iemand langs voor. Even kijken met verhuizen en alles. En je moet dat best wel ruim van tevoren afspreken met iemand. Dus ja. Oké, ik ben al een stuk verder gekomen. Dit is echt super nice. Twee bakken met backup beauty producten. Eén bak met office dingen. Dit is voor het grootste deel leeg eigenlijk. Hier staan hier. Dit zijn onze leesboeken. Daar nog een paar leesboeken, een paar mappen. Het is leeg. Dus zeg maar qua papier denk ik dat we er zijn. Dus dat is nice. Dit is allemaal leeg. Eentje heb ik met kantoorartikelen gevuld. En dan komt nog deze chaos. Allemaal elektronica en kabels. Dit kastje is voor het grootste deel leeg. Maar ja, ik moet toch even uit gaan zoeken allemaal. Waarom ligt hier godsnaam een condoom? Sorry, ik weet niet hoe vaak dit al in beeld is geweest. Hé, hey, knappie. Simpie. Ik vind het wel leuk om in zo'n vakje te gaan zitten. Weet je wat ik weg ga doen? Dit ding. Oh my god, dit heb ik echt al zo lang. Bij Nieuw-Babylon had ik al spullen erop staan. En ik gebruik hem niet meer. Hij is zo cute. Maar nou... dit is de huidige situatie. Dit gaan we weggeefbak. Dit moet weg. Donatie. Drie bakken. Dit moet naar ergens anders. Ik ben voor nu klaar met kantoor. De hele dag ben ik bezig geweest. Het is 7:15. Mm-hmm. Jee. Mm-hmm. Ik heb de hele dag opgeruimd en zo. Dus dat was wel heel fijn. De puntjes uitgezocht. En ja. Ja. Wij gaan de film That's My Boy kijken. Ja. Yeah. Ik ga de vlog afsluiten. We gaan slapen. De film was heel grappig trouwens. Ja, yeah, vond hem ook heel grappig. Echt, we hebben hier nog een beetje gechilled. Oh, een beetje mobiel. Doe je dat ook? Wij zitten echt naast elkaar op ons mobiel gewoon heel lang. Instagram. En alleen maar dingen aan elkaar laten zien. De hele tijd. En als we echt extremely lazy zijn, dan appen we dan. Zo'n filmpje of zo, weet je. Dat is gewoon makkelijker dan. Of een gifje of iets, weet je wel. Dus en dan niet de... Dus wat, oh, dit is echt grappig. Je moet zien. Wat, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wel zo, nog niet zo... Nee, wel echt... niet dat je typt lol, maar eigenlijk hoef je niet te lachen. Maar gewoon wel echt lachen. Zeg en maar. Eat. Wat? Nose exhale. Dit is wel van grappig. Wat Manish wel eens doet als je tegen haar komt. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye.